heb je ze alle zes. Die staat morgen in Vredenburg-Utrecht, maar er is geloof ik een klein probleem. Ja, er liggen echt mensen al dagenlang voor de deur. Ik moet er niet aan denken, ik zou voor de deur liggen om weg te komen. Zij liggen voor de deur om erin te komen. Want die willen daar naartoe, die willen kaarten kopen. En het is allemaal hartstikke snel uitverkocht en zo. Wat krijgen ze te horen? Dat die Kelly family, die dus dit weekend op komt treden, niet compleet is. Er zijn gewoon twee Kelly'tjes zijn er afgevallen. De ene is aan het studeren en de andere weet ik wat die aan het doen is. Dus het is echt een probleem. Mensen zeggen, ja, maar dan betaal ik 30 euro. Ik ben fan van de Kelly family. Het is natuurlijk ook een heerlijk opwindend stel als je het zo op die foto's ziet. Dat je denkt, potverdomme, één avond met. En dus die mensen zitten er allemaal op te wachten. En dan zijn er maar vier van de zes. Dus ze zijn woest. Ze zijn normaal met z'n zessen en nu met z'n vieren. Maar dat is van tevoren bekendgemaakt, dus iedereen die weet het. En er zijn mensen die daarom niet naar het concert gaan, maar er zijn nog genoeg die wel komen. Ik ben toch wel een beetje een Paddy-fan, dus ik vind het wel heel erg jammer dat hij niet komt. Maar ja, niks aan te doen. Ik ga er niet het concert voor laten schieten of zo, hoor. Nee, niet. Zeker niet. Je hebt toch voor betaald, dus zonder dat je dan niet gaat. Het Duitse Bild maakt zich grote zorgen over.